Ja, dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij alweer een gloednieuwe video. Vandaag ga ik het met jullie hebben over weer twee nieuwe transfergeruchten en twee geconfirmed transfers. Ik ben benieuwd wat jullie van deze video gaan vinden. Like alvast natuurlijk even, doe alvast een blauw duimpje omhoog. En abonneer ook natuurlijk, want dat is nu natuurlijk het belangrijkste. Zaterdag is er de eerste stream weer, dan zijn we weer back natuurlijk. En dan is PEC Zwolle Feyenoord er. Ik zou hem aankondigen op mijn Instagram. Natuurlijk weten jullie dan. Daar gaan er heel veel mensen op liken en dan deden ze het. Doe dat ook zeker. Deel deze video ook zeker. En blijf echt steunen, want er komen echt grote dingen aan, jongens. Dus voor deze keer zeg ik like en abonneer. En laten we snel naar de video gaan. Voetbalpraatje nummer 1. Ja, voetbalpraatje nummer 1, jongens, gaat over Frans Sol. Wat zal hij doen? Er is een echt concreet gerucht, want hij gaat naar Dynamo Kiev. 3,25 miljoen, 225.000 euro, dus 3,25 miljoen. Ja, dat is wel veel hoor, vind ik, voor Sol. Frans Feyenoord had hem wel willen hebben. Maar ja, Frans Sol, 26 jaar. Gaat er naar Kiev, gaat daar 10 keer, misschien wel 15 keer het salaris verdienen wat hij normaal verdient bij Willem II. Dus zeg maar dat hij meer dan een miljoen per jaar verdient. Misschien wel 3, misschien wel 4 miljoen, maar in ieder geval gaat hij dat zeker verdienen boven de miljoen. En ja, jongens, wat vinden jullie daarvan dat Frans Sol nou weggaat? Vinden jullie dit fijn? Nou, ik denk voor Willem II zijn er niet. Maar ja, in ieder geval, het is wel zo. Dus laten we maar naar de volgende gaan. Voetbalpraatje nummer 2. Nummer 2, jongens, is Samuel Armenteros. De meesten kennen hem nog van Heracles en sommigen van zijn Feyenoord-tijd. Het is natuurlijk een goede spits. Een hele sterke boom. Echt een boomsterke spits. Hij heeft veel kracht. En ja, Willem II heeft hem als opvolger in vizier. En ik denk ook wel dat hij gaat. Willem II heeft niet echt een laag salaris. Bij Willem II ligt het ook wel goed aan het salaris. Dus ik ben benieuwd, jongens. Wat vinden jullie ervan dat Armenteros als opvolger van Sol komt? Laat het even weten, jongens. En dit was alweer de video's, jongens. Laat even weten in de comments wat jullie ervan vonden. Dit is niet met mijn normale koptelefoon. JBL is ook beter, maar in ieder geval. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Like, comment en abonneer. En ik zie jullie de volgende keer. Ciao, amigos. Later en namelijk. Peace.